Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Vanuit het westen nadert een storing Nederland. Op heel veel plaatsen komt al veel bewolking voor. In het oosten schijnt nog wat vaker de zon. Maar ook daar gaat de bewolking wel overheersen in de tweede helft van de middag. En vooral vanavond valt er dan een tijdje wat buien regen. Geen grote hoeveelheden, maar het kan toch eventjes nat worden in Nederland. Zo ziet het weerbeeld er dus voor vanavond uit: overwegend bewolkt en die storing met regen die over het land trekt. Aan het einde van de avond gaat het weer opklaren vanuit het noordwesten. De temperatuur zakt onder de 20 graden. De wind gaat behoorlijk toenemen uit een west-noordwestelijke richting, die wordt aan zee zelfs krachtig, windkracht 6. Dan komen de nacht in het binnenland op een heleboel plaatsen wel droog en opklaringen bij een graad of 13, lokaal zelfs nog wat lager. In de kustgebieden komt er meer bewolking voor en zeker in het noordwestelijk kustgebied kunnen een paar flinke buien over gaan trekken, zelfs met een klap onweer daarbij. Ja, En ook morgen overdag hebben in eerste instantie vooral de kustprovincies te maken met een aantal buien, misschien met een klap onweer. In het binnenland is het dan op veel plaatsen nog wel droog met van tijd tot tijd zon. Dankzij een aanvoer van koude lucht met een west- tot noordwestenwind wordt het niet veel warmer dan 17 tot lokaal 20 graden. Dat zijn toch echt wel lage temperaturen voor deze tijd van het jaar. Aan het einde van de middag en s'avonds neemt het aantal buien vanuit het noordwesten een tijd lang flink toe. En dan kan er ook in het binnenland lokaal een onweersbui voorkomen. En het koele weer is nog niet gedaan, want op zaterdag trekken ook flinke plensbuien over het land. Soms een klap onweer daarbij, tussendoor af en toe wat ruimte voor de zon. Nog steeds een stevige wind uit het westen tot noordwesten. Aan de zee zelfs af en toe een harde windkracht 7. En met een middag middagtemperatuur van 16 tot 18 graden slechts, is het de koelste zomerdag sinds 22 juni. Dus ruim twee maanden geleden. Op zondag en maandag ook nog een enkele bui, met name in de kustprovincies, landinwaarts wat meer zon. De middagtemperatuur krabbelt geleidelijk aan weer wat op. En maandag is het op veel plaatsen alweer boven de 20 graden. En dat zijn dan eigenlijk normale temperaturen voor de laatste dagen van augustus. En kijken we dan tenslotte nog even naar de 15-daagse verwachting. Dan zien we dat in de loop van de volgende week zelfs een lokale 25 graden weer tot de mogelijkheden behoort. Maar heel veel warmer wordt het tegelijkertijd ook niet. En als we kijken naar de neerslagverwachting daarbij, dan zien we dat ook in de loop van de volgende week er af en toe weer een storing voorbij trekt met een paar buien. Het blijft dus al met al een beetje licht-wisselvallig zomerweer met normale temperaturen. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl